In deze video wil ik wederom gaan kijken naar de inflatie. Want mogelijk hebben we de piek, de top van de inflatie al bereikt. Of zijn we daar zelfs al overheen. Dat zien we nog niet als we naar Amerika gaan kijken naar de inflatie in Amerika. Want die kwam werd halverwege deze week bekend. Van juni kwam die uit op 9,1%. En dat is ja, tot nu toe de laatste 12 maanden telkens het hoogste punt geweest. Uh, we zien dat de maand ervoor 8,6 was bijvoorbeeld. Van tevoren leek het nog een beetje de top te zijn bereikt, maar nu dus. Tot nu toe het hoogste punt. Zoomen we het trouwens uit naar even naar de max. Dan zie je dat hij in het verleden wel hoger heeft gestaan. Zo'n 15% in 1980. Zo'n 20% ergens in 1950. Maar dat is dus hele lange tijd geleden. En eigenlijk kijk je naar de laatste 30, 40 jaar. Dan hebben we nu ruim dus het hoogste punt bereikt in Amerika dus. En toen deze cijfers bekend werden in Amerika, riep president Biden ook al direct van ja, maar dat is alweer de situatie van vorige maand. Nu gaat het beter. Nu is het waarschijnlijk dus een lagere inflatie. En juist daar wil ik naar gaan kijken, want er zijn signalen inderdaad dat we die piek nu hebben bereikt. Dus laten we vooral een keer gaan kijken naar wat meer positief nieuws over de inflatie en snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Nu gaan we dus wederom misschien wel kijken naar inflatie. Het is natuurlijk een onderwerp dat heel veel besproken wordt. Op het nieuws, onder andere, maar zeker ook bij beleggers, want dit is gewoon heel belangrijk. Inflatie, rentestanden. Dat heeft gewoon heel veel impact op wat er gebeurt op de markt van beleggers, op de beurs. Dus daarom gaan we er wederom naar kijken. Maar zoals gezegd, nu wat meer positievere nieuwsberichten, of no, positievere signalen misschien wel, die we kunnen zien. Best wel wat grafieken die we gaan bekijken, dus we gaan er af en toe eventjes snel doorheen ook. En dan wil ik beginnen met de inflatie in Nederland. Zojuist zagen we hem al in Amerika. De inflatie in Nederland zo'n 8,6% in juni. Dus iets lager dan in Amerika. Ik weet trouwens niet of dat op dezelfde manier wordt berekend. In Nederland en Europa hebben we ook twee verschillende manieren uh, van berekenen. Maar we gaan even kijken. Gaan we naar beneden scrollen? Zoomen we eventjes de grafiek in, zodat we hem goed zien. Dan zien we dat we. Uh, hier in Nederland in ieder geval in maart het hoogtepunt hebben bereikt. Het hoogste punt, de top, die was toen 9,7%. De maand daarna 9,6. Nee, 8,8. En nu dus 8,6. Dus hier lijkt een, al een beetje een top te zijn gevormd. wil natuurlijk niet zeggen dat die nog niet hoger kan. Maar die kans wordt ook steeds ja, minder waarschijnlijk. En dat is niet zo dat ik dat zomaar roep, maar eigenlijk twee redenen. Ten eerste grondstofprijzen bijvoorbeeld, daar gaan we zo meteen naar kijken. En ten tweede is natuurlijk, de inflatie is altijd, zo staat het hier ook, de procentuele verandering ten opzichte van een jaar eerder. Als we gaan kijken, in 2020 was het juist dat die heel erg daalde, de inflatie, ten opzichte van een jaar eerder. Een beetje het uh, uitgangspunt van de overheid en van volgens mij heel Europa is een beetje een inflatie van rond de 2%, iets eronder. Heeft je een heel tijdje ondergezeten tijdens de coronacrisis. Toen zagen we in 2021 dat steeg. Dat er nog wel even een soort van dipje was in juli. Maar vervolgens hard steeg. En een echt punt wat we dan zien is bijvoorbeeld augustus. Augustus was 2,4% hoger. Maar ga je kijken augustus in. Um, in 2020, het jaar daarvoor 0,7. Dus aangezien dat een heel laag punt is, dan is het automatisch al, als prijzen stijgen, dat we met een grotere stijging te maken krijgen. Nu gaan we een tijdje verder, gaan we binnenkort naar augustus. Zal de kans dat het nu van nu ten opzichte van vorig jaar harder stijgt, die kans neemt af? Ten eerste omdat grondstofprijzen een beetje een niveau hebben bereikt nu. Ten tweede omdat we vorig jaar dus al een behoorlijke stijging hadden gezien en dus nu de stijging. Ja, minder groot is geworden ten opzichte van een jaar eerder. Dus dat is denk ik een heel belangrijk. Ik wil niet zeggen trouwens, dat het goedkoper wordt, maar de stijging is gewoon minder sterk. De prijsstijgingen zijn minder sterk. Dus laten we dan naar de grondstoffen gaan kijken. En één die natuurlijk heel belangrijk is, waar we heel veel zelf ook van merken, is olie. Dit is in ieder geval um, de uh, brandolie, die in Europa veel gebruikt wordt. Zometeen nog even de Amerikaanse olie. Maar wat we hier zien is dat het natuurlijk heel laag stond. Toen er corona was, er was geen vraag naar olie. Um, ja, iedereen moest thuis blijven, geen niet rijden, geen niet vliegen, noem het maar op. Uiteindelijk zien we het wel behoorlijk herstellen. Dan komt hier een piek in maart. Ik zal even inzoomen. Dan zien we begin dit jaar was hier nog rond de 80 dollar of euro. Even kijken. Ja, dollar is in dit geval olie. Um, dan stijgt die in de tijd van de oorlog in Oekraïne en Rusland... Of in ieder geval de dreiging ook ervan, dan zien we al hem stijgen en uiteindelijk een piek bereiken van bijna 140, een daling. Laatst nog een beetje herstel richting die 130, maar nu eigenlijk al sinds juni al dat die best wel flink aan het dalen is. Kunnen we kunnen trouwens ook even kijken wat die daling precies is. Als we een beetje pakken van 8 juni naar ongeveer nu, zit het toch al zo'n 20% lager, goedkoper geworden, of minder duur, kun je misschien beter zeggen. En datzelfde beeld zien we ook hier bij de West Texas Intermediate, oftewel de Amerikaanse olie. Ook daar zien we een piek uh, bereikt worden in ja, begin maart, nog een keer in juni. Maar sinds dat punt, ik schat ongeveer dat het ook zo'n 20% is, iets meer zelfs dan 20%, uh, zien we bij de Amerikaanse olie. Dus het lijkt erop, wil niet zeggen dat het niet verder gaat stijgen, maar dat nu er prijzen wat aan het dalen zijn. Um, bij olie is dat onder andere het geval. Dat dreigt de recessie aan te komen. Mensen zijn zuiniger. De vraag naar olie zal afnemen. Alleen al door die angst van die afname van olie daalt de prijs eigenlijk van olie al. Omdat er gewoon ja, minder vraag naar is. Dus uiteindelijk is er misschien wel meer aanbod dan vraag. Daalt de prijs, zien we hier terugkomen. Maar dat is dus van olie. Er zijn nog meer grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan natural gas oftewel gas. Um, dat zien we hier terugkomen. Um, ook hier zien we eigenlijk een beetje een beeld, niet zo letterlijk hetzelfde als bij uh, olie zojuist, maar wel dat we eigenlijk met stijgingen te maken hebben. Weer een flinke daling begin dit jaar, zat hij zo rond de 3, 4 dollar. Uh, hij is naar bijna 10 dollar gegaan, maar nu zit hij weer rond de 6,5. Het is de laatste tijd, de laatste dagen wil hij altijd stijgen, maar nog lang niet bij het punt, bij die top die we eerder hebben gezien. Als we dat een beetje uitzoomen, zien we trouwens wel dat het vaker dit soort stijgingen en dalingen is. Vaak zo aan het einde van het jaar, denk richting de winter, dat er in één keer misschien wel meer vraag komt. Omdat uh, misschien wel andere inschattingen zijn, het weer toch anders is dan dat werd gedacht. En die zien we vaker terugkomen, dus een beetje zo einde van het jaar. Hier was het einde van het jaar. Corona is misschien net een beetje anders, maar ook daar zien we wel einde van het jaar. En um, dat zagen we hier gebeuren. En nu zitten we dus eigenlijk... Het is een andere situatie, wederom juist door de oorlog in Oekraïne. Maar hier zou het zo kunnen zijn dat we een piek hebben gehad. Ik wil niet zeggen dat het is geweest. Maar we hebben in ieder geval weer een flinke daling gezien, eigenlijk al sinds weer een maand of twee geleden. Kijken we dan naar goud. Goud is misschien niet een grondstof die we zo zeker zelf niet heel veel gebruiken. Maar het is vaak wel een, een grondstof waar veel beleggers naartoe gaan, wanneer er onzekerheid dreigt aan te komen. Goud houdt zijn waarde vast. Um, het, het vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Nou, wat zien we eigenlijk bij goud? Is dat eigenlijk sinds. Ja, dit is de tijd wederom van die oorlog in Oekraïne, dat die begon zo'n beetje begin maart. Toen werd de bijna 2100 dollar aangetikt. Nu staat hij nog op 1700 dollar, oftewel dit jaar is hij al een beetje met zo'n 7% gedaald. Maar hij begon ook wat lager. Laten we even kijken van het hoogste punt naar nu. Is goud inmiddels zo'n 18% in waarde gedaald. Dus ook hier zie je wel dat het lijkt in ieder geval hier ergens een top rond die 2100 te zitten. Ooit tikken we hem aan, maar we zien zeker ook weer flinke dalingen. Dus ook wederom een grondstof, die dus eigenlijk uh, de top al heeft bereikt, lijkt het zo in ieder geval. En zo kunnen we heel veel grondstoffen af gaan lopen. We kunnen juist ook de Dow Jones Commodity Index gaan kijken. Daar komen eigenlijk alle grondstoffen samen. Denk dus bijvoorbeeld aan de grondstoffen die we zojuist al zagen: graan, tarwe... Koper, hout, noem het allemaal maar op. Dat komt hier samen. En als we hier gaan kijken naar het laatste jaar... en misschien zou het zelfs beter zijn om uit te zoomen... dan is het wat duidelijker. Dan zie je hier de coronacrisis wederom. Het laagste punt. Toen uiteindelijk een flinke stijging. Zeker ook hier weer begin maart van dit jaar. Met de oorlog, heel veel onzekerheid. Heel veel hamstergedrag misschien ook wel juist nog. Um, van grondstoffen. En uiteindelijk lijkt dat er weer een beetje dat er daar ook ergens een beetje een top wordt bereikt. En dat we nu alweer daarom ook over alle grondstoffen samen, dus weer om een daling zien in de laatste tijd. En kijken we tenslotte dan nog naar de Amerikaanse obligaties, de 30 jaar obligaties de government bonds. En zien we daar het rendement, dan kijken we in hier een beetje het begin van de coronacrisis. Daalt het zo richting de procent, 1,2 procent. Stijgende lijn. Maar ook hier zien we de laatste tijd dat eigenlijk dat punt van die 3 3,5%, dat wordt niet meer bereikt. Het wordt al ja, zit alweer wat daling in en dat is eigenlijk zaten we inzoomen een beetje sinds halverwege vorige maand dat het hoogtepunt werd bereikt, het hoogste punt. Dus ook daar zien we wel weer iets betere signalen. Is wat positiever um, vaak een stijgende rente geeft ook weer onzekerheid aan dit is vaak positiever juist voor beleggers een dalende rente zorgt dat aandelen meer waard worden dat uh, winsten in de toekomst meer waard worden dit is zeker positief nieuws of als we kijken naar beleggers wil natuurlijk wederom niet zeggen dat deze daling door gaat zetten hij zou ook stabiel kunnen blijven kunnen stijgen maar in ieder geval we zien dat er wel lijkt wederom dus dat er een top is bereikt dus even de grondstoffen kort samengevat, dan lijkt het in ieder geval op dat we de laatste tijd op heel veel gebieden, heel veel grondstoffen weer wat dalingen zien. Niet dalingen terug naar de niveaus die we veel eerder hebben gezien, maar in ieder geval wel weer dalingen ten opzichte van de hoogste punten die we hadden. En dat was vaak maart of juni van dit jaar. Kan aan de ene kant dus gewoon komen doordat er minder vraag is naar producten. Zeker als producten duurder worden, zal de vraag afnemen. Dat dreigt misschien ook wel een recessie aan te komen. En zeker als je het maar vaak genoeg roept, dan gaan mensen daar... Zo'n gedrag op aanpassen, aankopen uitstellen. Gaat het minder met de economie? Is de kans dat er een recessie komt groter? Dat zagen we bijvoorbeeld heel duidelijk in olie. De vraag naar olie wordt verwacht dat die in ieder geval niet, ja, niet heel veel meer gaat stijgen. Juist een beetje weer gaat dalen. Als we kijken naar volgend jaar. Dus dat soort dingen hebben er allemaal mee te maken. Misschien juist toen prijzen stegen dat er heel veel werd ingekocht om maar te hopen dat je de producten of de onderdelen on zou ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan computerchips, dat bij hout is dat heel veel gebeurd. Juist als eenmaal dat hamstergedrag voorbij is, valt de vraag weg omdat mensen niet één keer wat ze nodig hadden bestelden... maar misschien wel twee of drie keer wat ze nodig hadden eigenlijk bestelden... om een voorraadje aan te leggen. Nu kunnen ze zelf uit die voorraad putten. Valt de vraag weg. Zie je ook prijzen op dat soort gebieden heel veel dalen. Dus heel veel dingen zie je gebeuren. Maar de algemene trend in ieder geval bij grondstoffen... is dat eigenlijk de laatste tijd heel veel grondstoffen... in prijs of in koers aan het dalen zijn. En dan zou het misschien ook zomaar kunnen zijn als dat het geval is... en zeker wanneer beleggers dat gaan geloven... meer vertrouwen gaan krijgen dat dit misschien wel een beetje... De de bodem van de aandelenmarkt is Ik wil niet zeggen dat het het is maar ook dat kan zeker meespelen in hoe beleggers in ieder geval omgaan en kijken naar de markt en dit moment het sentiment dus van beleggers op dit moment en wil je nou beginnen met beleggen kijk dan bijvoorbeeld naar de giro of naar bugs beide brokers hebben nu ook acties voor nieuwe klanten dus maak gebruik van mijn affiliate link onder deze video om van die acties gebruik te maken en moeten we dan blij zijn met deze dalingen van grondstoffenprijzen? Ja, natuurlijk, uit alle dalingen, in ieder geval prijzen, moet je daar zeker blij mee zijn. Al wil het niet zeggen dat het per se goedkoper wordt, maar dat juist de stijgingen minder stijl zijn, merken we niet meteen direct. Vaak is dat tussen de drie en negen maanden dat het nodig heeft voordat dat soort nieuwe prijzen eigenlijk on, uh, ja, verwerkt worden in de producten die wij ook vaak in de winkel kopen bijvoorbeeld. En zoals ik in het begin al zei, bij de inflatiecijfers van Nederland, het gaat niet betekenen dat dingen goedkoper worden. Maar het niveau of de stijging, die, ja, hoe stijl dat gaat, hoe hard dat gaat, dat neemt af. Dus producten worden minder snel duurder dan dat het eerder het geval was. Het wordt dus niet goedkoper, maar gewoon eigenlijk dus minder duur. Want als het dan juist wel goedkoper zou moeten worden, dan zouden we eigenlijk te maken moeten gaan krijgen met deflatie. Nou, dat klinkt heel erg leuk, maar dat is het zeker niet, omdat dat vaak ook heel negatieve effecten heeft op de economie. Um, Recessie komt er dan aan, een crisis krijgen we dan wel... en dat is vaak ook heel negatief bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid. Op dit moment zou het misschien wel kunnen zijn dat het eigenlijk niet eens zo heel verkeerd is... omdat we misschien juist wel inflatie hebben, maar ook zeker nog heel lage werkloosheid... en dat werknemers nu een hele goede positie hebben om ook heel veel eisen te stellen. Maar ja, dat is in ieder geval de situatie op dit moment... Ik er op dit moment tegenaan kijk, maar laat ook vooral weten wat jij denkt na het kijken van deze video. Van grondstoffen, inflatie, recessie, noem het allemaal maar op. Laat dat vooral weten, dus in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.